Hey, dag lieve kijker. Sommigen nieuw, sommigen die al heel lang kijken. Ik ben dit kanaal zo'n 8 à 9 jaar geleden begonnen. En dan kom ik gelijk bij het onderwerp waarvoor ik nu even zo op deze manier bij jullie wil komen. Ik kreeg ineens af en toe zomaar spontaan een donatie. En dat kreeg ik toen niet per bank, want die had ik niet openbaar. En mijn PayPal-rekening had ik ook niet openbaar. Dus ik kreeg dan hele verrassende cadeautjes of kaart met geld via de post. En ik weet nog heel goed hoe hartverwarmend dat voor mij was. Dat ik dacht, wat, hè? Mensen geven me een cadeautje of geven me spontaan vanuit het hart wat geld, een bijdrage. En om een lang verhaal kort te maken, dat gebeurt nog steeds. Alleen mensen doen het nu, omdat mijn bankrekening en mijn PayPal-rekening wel openbaar is. Krijg ik nog steeds heel spontaan waardering in de vorm van geld voor wat ik doe. Wat ik eigenlijk nu al zo lang doe. Inmiddels dus al 8 à 9 jaar. En ik vergeet vaak om jullie daarvoor te bedanken. En ik doe het wel eens zo tussen neus en lippen door. Maar nu dacht ik, nee, ik moet het nu ook face-to-face even doen. En vooral om jullie dan daarmee ook te zeggen van het wordt ontzettend met veel liefde ontvangen. Ik ben er ontzettend blij mee. En en als jij ook voelt al een tijdje dat je dat eigenlijk ook wil, dat je me iets zou willen schenken, weet dat dat zeer, zeer, zeer gewaardeerd wordt. En en mocht je daar al een tijdje mee lopen en vergeet jij het iedere keer, zoals ik al regelmatig vergeet, om jullie daarvoor te bedanken. Nou, dit is de tijd om het dan niet te vergeten, want ik ben binnenkort jarig. 4 juli ben ik jarig. En dus als je dat dan toch wil, dan is dit het moment. Maar niks moet, hè. Het is puur omdat als je het een keer graag zou willen geven. Dat was het. Nogmaals, super dank. Heel erg blij mee. Het geeft echt blijk van waardering. Dat is een manier, hè. Geld uitwisselen is een manier om je waardering te uiten voor wat jij krijgt. En super. Dankjewel. En nu door naar weer een nieuwe reading voor jouw sterrenbeeld. Heel veel liefs. Bye. Hey, hallo. Lieve Steenbok. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor het Sterrenbeeld. Jullie alweer. We zitten alweer op de helft. Bijna, geloof ik, van 2023. Echt ongelooflijk hoe snel het gaat. Algemeen. En kan niet voor iedere steenbok gelden. Als het niet bij je resoneert, laat het dan aan je voorbij gaan. En anders is het echt voor jou bedoeld. En dan. Ja, daar komen zeg maar, antwoorden altijd via synchroniciteit naar je toe. Als je ervoor open staat. Oké, de kaart die nu valt. Wordt leidraad voor dit. Oeps. Yin-yang in balans. Overvloed. Als je yang-yin, de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf in balans hebt, dan pas kun je eigenlijk overvloed scheppen. Overvloedige liefde. En overvloedige innerlijke en uiterlijke rijkdom.
Maar, ja, dan ga je ook op een gegeven moment wel anders denken over uiterlijke rijkdom. Dan besef je maar al te goed dat we... Dat het ego daar heel anders over denkt dan het hoge zelf. Oké, daar gaan we. De situatie. Wat dwars ligt. Het bewustzijn zich dat heeft. Onbewust. Heling. Klaar voor heling. Eerst helen, pas dan kun je heelheid bereiken. Ja, dat is logisch. Hè? Verklaren de kaart. Verklarende kaart bij de advieskaart bij de toekomst en de verklarende kaart bij jou. Dan gaan we beginnen met een kaart voor de zelfliefde. Daar begint het mee. De kelk van zelfliefde moet vol zijn. Eigenlijk het liefst nog overstromen. Want dan kun je het ook weggeven. Groeien is steeds weer in het onbekende durven stappen. Ja. Jouw intuïtie bijvoorbeeld, die leidt jou ook altijd naar het onbekende. Zowel het ego je wil leiden naar het bekende. En dan ook vaak dat je dan het nieuwe avontuur niet aandurft. Omdat je dan eerst zekerheid wil hebben dat het gaat lukken. Dat soort dingen. Maar dat is niet de manier om overvloed te scheppen. Je bent hier om te groeien en om te ontwikkelen. Dus, je hebt de portie lef nodig om... Om in het onbekende te durven stappen. Het nieuwe avontuur aan te durven gaan. En ja, hoe minder je geheeld bent, hoe minder je dat ook dan durft. Recente verleden heb je met de spirituele leraar te maken gehad. Dat zou ik kunnen zijn. Of via, ja. Maar dat is het recente verleden, de master. Je bent je bewust van narcistische kenmerken. Kan zijn dat je je bewust bent dat je gewond bent door mensen met een sterk narcistische kenmerken. Waardoor je zelf het nieuwe avontuur inderdaad niet aandurft. Je besluiteloos bent. Je blijft hangen. Je durft je hart niet te volgen. Je vraagt steeds af in je gedachtes van, oh, moet ik dan eerst mijn handen loslaten of moet ik eerst mijn voeten loslaten? En ja, nou ja, omdat je het dan niet weet, dan blijf je maar hangen. Terwijl deze kaart zegt, joh, laat je vallen. Laat je vallen. Hup, gaat onbekend in. Durf erin te stappen. Nieuwe avonturen, maar die ligt dus dwars. En dat komt door narcistische invloed. Je bent dan in je eigen waarde aangetast. Dit zijn extreem egoïstische personen. Ook erg ongelukkig, heel erg verbitterd, hè? Dat zie je aan de uitdrukking. Je kunt er zelf ook kenmerken van hebben hoor, want hoe gewonder je bent, hoe meer ook negatieve energie ook de kans krijgt. Hè? Juist omdat je ook blijft hangen en bepaalde stappen niet durft te zetten. Maar deze, je bent je ervan bewust, hij ligt op het bewustzijn. Deze zegt ook van, degene die gierig zijn met geld en spullen, die zijn dat ook vaak met liefde. Bang voor intimiteit, achter een muur verbergen, uiterlijk vertonen is dan heel erg belangrijk. Obsessief, hè? Want natuurlijk, het is ook prima, yang yin. Hè? Het is ook prima als je blij bent met je uiterlijk, blij bent met je innerlijk. En daar ook wat extra's voor doet om het beste
van jezelf naar buiten te brengen. Er is niks mis mee. Maar deze hebben dat dan obsessief. Obsessief uiterlijk vertoon. En dat wordt hier ook aangeduid met bont, veren. Het maakt deze persoon niet blij. Hè? Dus het is... Het is slechts uiterlijk vertoon en dus ook oppervlakkig. Toerervaring. Je hebt een toerervaring gehad, lieve Steenbok. En als je niet zo thuis bent in de tarot, een toerervaring wil eigenlijk zeggen dat je een harde wake-up call hebt gehad. Een bliksemervaring, een verwoestende ervaring. Man en vrouw vallen van de toren. Het kan zijn dat je een verwoestende ruzie hebt gehad. In ieder geval een schokkende wake-up call. Dat wil altijd zeggen dat jij je innerlijke stem niet gevolgd hebt. En daarin dan ook besluiteloos bent geweest. En dat jij je intuïtie, want je intuïtie leidt je het onbekende in, nieuwe avonturen. Maar dat je ondertussen patronen bent blijven herhalen. En dan, omdat jouw ziel, omdat je hier geïncarneerd bent, waarschijnlijk om wellicht op zelf ook die master te gaan zijn of door te groeien. In ieder geval, ook deze, die heelheid, en dat je er klaar voor bent om te helen. En als jij daar zelf voor stagnatie zorgt, uit angst, hè, dat doe je uit angst, dan krijg je die wake-up calls keihard. De harde leerschool komt dan, zit je dan op, omdat je daar niet naar je innerlijke stem luistert. Met betrekking tot invloed van anderen ben je enorm in de stress. Steeds. Door invloed van anderen, dat kan wel door iemand zijn met sterk narcistische, egoïstische, vrekkige kenmerken, waarbij dus uiterlijk vertoonlijk heel belangrijk is, dat jij je daardoor nog steeds laat beïnvloeden en daardoor ook steeds uit balans bent en heel erg gestrest bent. Maar een spirituele leraar heeft jou daar al in het recente verleden op gewezen of ja, daar op gemaakt. Het kan via een video zijn, als dit. Als jij daar niks aan doet, dan krijg je steeds weer die wake-up calls. Omdat, nogmaals, jouw ziel verlangt naar groei, ontwikkeling, uitbreiding. En als jij jezelf te klein houdt, of dat jij je laat beperken door anderen, dat doe je dus, hè, je laat je sterk beïnvloeden door een heel egoïstisch type, dan stagneer je en dat wil jouw ziel niet. En zeker niet als er iets anders in jouw goddelijk plan staat. De hoop is dat je wat gaat doen aan minderwaardigheidsgevoelens. Want dat zit daar dan achter. Dat jij je toch minderwaardig voelt aan anderen. Je kunt het bewust worden als jij de neiging hebt om steeds te vergelijken. Als jij steeds de neiging hebt om te vergelijken. Oh, hij of zij is veel mooier. Hij of zij is veel aantrekkelijker. Hij of zij is veel slimmer. Hij of zij doet het veel beter dan ik. Hij of zij is veel spiritueler dan ik. Hij of zij blablabla. Dat. Als je daar jezelf op betrapt, dan zit je daar. Dan zit daar een minderwaardigheidsgevoel bij. Ja, zie je, het is familiekarma. Maar het is ook je eigen karma. Voor vorige levens. En je komt hier in dit leven om nog karma wat je in vorige leven niet hebt kunnen inlossen, niet hebt kunnen uitwerken, kom je opnieuw tegen in dit leven met de kans om dat opnieuw aan te pakken. Karma in te lossen. Niet steeds ook weer in diezelfde karmische cirkel te stappen. Die loop. Maar dat doe je op dit moment wel. Omdat je dus bang bent voor het nieuwe avontuur. Terwijl het rijp is. Je zit in een bepaalde situatie wat enorm rijp is. Iemand anders maakt jou... Daar word je steeds...
die brengt jou steeds uit balans. En je hebt er ook steeds schokkende ervaringen mee. Het is rijp, je moet het loslaten, maar je houdt je eraan vast. Dat is eigenlijk wat hier ligt. En dat wil zeggen dat er toch een diepere wond... sprake is van een diepere wond, van afwijzing. En dat kan met een narcistische moeder of met een narcistische ouder of oma, opa. Dat kan allemaal. Hè? Of een leraar of weet ik veel wie je hebt. Wie zeg maar een belangrijke sleutelfiguur is geweest in je leven. En die jou, waardoor je minder waardig over jezelf bent gaan denken. Maar nogmaals, de spirituele leraar is al recentelijk... probeert contact met jou te maken. Of de spirituele leraar, de goddelijke bron, de lichtmeesters. Via mij, dat kan, maar ik ben een open kanaal voor de lichtmeesters. Dus, maar ondertussen doe je onderneemt nog geen stappen. Waardoor je dus ook nu ook de torenervaring hebt gekregen. Zeg maar de schokkende ervaring. Kijk, je verlangt heel erg naar een hele fijne commitment. Een zielsconnectie. Daar verlang je naar. Maar dat kan alleen maar als jij uit een oude karmische situatie stapt. Wat jij maar blijft herhalen. Dus... waarschijnlijk blijf je ook in een karmische relatie. Met sterk narcistische, egoïstische kenmerken. En die totaal geen rekening houdt met jouw gevoelens. Het draait alleen maar over de gevoelens van deze persoon. Dus, en als jij er niet op eigen kracht uit kan stappen, dan is de wond nog te groot. En dan, dan zul je wellicht naar mij toe worden geleid om die wond eerst te helen. Of in ieder geval te leren om je daar... Om daarmee om te gaan als je overvallen wordt door angst. Bij nieuwe stappen te durven zetten. Ja, dat leer je ook met innerlijk kindwerk. Hoe ga je om met angst? Want het is niet angst van jou, de volwassene, maar het is angst van het kind. En nieuw begin is. Je staat voor een nieuw begin, Steenbok. Maar je blijft in een karmische relatie. Dat ligt hier gewoon. Maar die is hartstikke rijp. En het enige wat je ermee bereikt is dat je iedere keer het goddelijke oordeel krijgt. Dat is het, niet een veroordeling van de goddelijke bron, maar wel het oordeel van joh, jij probeert iets in stand te houden wat helemaal niet meer in je goddelijke plan staat. Waar je nog aan vastklampt, waar je steeds weer je minder waardig doorvoelt. Want het kan ook best zo zijn dat als jij, want hij ligt aan de zijlijn, hè? Het kan ook best zo zijn dat jij niet kan helen, juist omdat jij iedere keer... weer door diezelfde narcistische persoon die opnieuw verwond wordt. En je minder waardig voelt. Dat kan ook. En het kan dus in jouw geval best zo zijn dat als je eruit stapt, dat je vanzelf gaat helen. Omdat je dus niet meer beschadigd wordt. Het verschil, kijk. Het moet wel zo zijn, anders trek je weer het nieuwe aan. In de nieuwe relatie weer dezelfde persoon aan. Hè? Dus er moet, wat ik je daarnet zeg, hè, van, want de nieuwe commitment ligt er eigenlijk al. Dus maar als jij nog niet helemaal niet aan jouw heling hebt gewerkt, dan raad ik je aan om wel innerlijk kind heling nog te gaan doen. Want anders kun je deze relatie wellicht achter je laten, want dan trek je zo weer hetzelfde aan. En dan kun je eigenlijk geen nieuw begin starten, omdat oud zeer dan het nieuwe begin belemmert. Steeds, snap je? Hier ligt ook dat jij wellicht eruit kan stappen. En dat je juist dan je heling ook in gang zet. Want nu verwond, word je dus iedere keer opnieuw verwond. Dat is het eigenlijk. Dus ik ga nog een liefdesbang, want het zal zich in liefdesrelaties ook uitdrukken. Iemand die absoluut niet goed voor je is, maar waar je dan, die je dan toch niet loslaat. En waardoor je iedere keer hardere wake-up calls krijgt. Ik zou je ook willen aanraden om de laatste, niet van de sterrenbeelden, maar de andere readingen te lezen. Kijken, want daar gaat het ook om. Dat ligt hier. Dus het kan om jou gaan. Hechtingspatronen zijn gebaseerd op het besluit naar aanleiding van een vroeg kindelijke ervaring.
Was het onveilig? Moest je op je hoede zijn? Kijk, als je een narcistische moeder of vader of opvoeder hebt gehad, dan was het onveilig. Dan moest jij op je hoede zijn. Moest jij je voegen naar de ander? Misschien ben je nog steeds aan het voegen naar de ander. Ja, invloed van anderen, continu steeds gestrest. En je onwaardig voelen, minderwaardig voelen, onveilig voelen. Moest jij je voegen naar die ander? Het kind besluit onbewust nooit meer zoveel risico te lopen en gaat zichzelf beschermen. Als volwassene kun je een herbesluit nemen. Hiervoor is het nodig de pijn van het kind toe te laten om het risico van de liefde via aan te gaan vanuit een open hart. Ja, deze wil dus duidelijk zeggen dat er toch ook nog innerlijk kindwerk te doen valt. Maar weet je, als je al weet hoe je het moet doen, als je de methodiek in handen hebt en je gaat het integreren in je leven, ja, dan je hoeft niet helemaal geheel te zijn, wil jij dat nieuwe begin durven aan te gaan, snap je? Dat hoeft niet. En dat denken misschien een heleboel mensen, ik moet 100% geheeld zijn voordat ik het onbekende in durf te stappen. Oh, dat is helemaal niet waar. En dat had ik 9 jaar geleden helemaal niet gedurfd om dit kanaal te openen. Ik was wel verder met heling, maar ik had nog een vaderwond te doen. Die stond nog op me te wachten. Maar daarvoor moest ik juist het onbekende in. Dus lieve Steenbok, neem het risico. Laat het los, iets wat rijp is. Ga een nieuw avontuur aan. En ga ook je, zeg maar, tegelijkertijd aan heling werken van je innerlijk kind. Nou, daar kan ik je bij helpen. Als jij voelt dat ik degene ben, dan ben jij van harte welkom. En dan hoop ik dat jij bij me komt. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. Heel veel liefs en tot volgende maand. Bye bye.